Ik ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een shoplog met mijn favoriete twee webshops. Namelijk Naked en Most Wanted. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En ik zou het ook altijd heel erg leuk vinden als je een leuke reactie achterlaat met bijvoorbeeld je leukste item. En dan heel veel kijkplezier met de video. Ik heb echt twee hele grote pakketten mogen ontvangen. Eén van Naked en een van Most Wanted. En ik heb echt hele leuke dingen uitgekozen. Voor Naked heb ik een kortingscode, voor Most Wanted niet. Ik hoef het niet te laten zien, maar ik vind het gewoon leuk om te laten zien. Alle linkjes staan in de beschrijving, dus als je daar wil kijken, dan kan je daar alle items terugvinden. We gaan beginnen met Most Wanted en daarna met Naked. En ik kan echt niet wachten. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Sorry voor het licht, want het is buiten al donker. Dus ik film het nu met een ringlamp. Ik heb dus al een keer eerder een samenwerking gehad met Most Wanted. Het is nu de tweede keer via Instagram. En ik mocht nu ook weer voor €300 aan items kiezen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Als eerste zag ik op TikTok echt een heel leuk jurkje voor de feestdagen. Dus die heb ik uitgekozen. Het is namelijk een zwart glitterjurkje. En hij zag er echt heel erg mooi uit. Ik heb hem in een M genomen, zodat hij een beetje oversized is. En aan de onderkant heeft hij dus van die mooie ruffels, dat het zo mooi aan je lichaam zit. Dus hier ben ik heel benieuwd naar. Echt een prachtig jurkje. En hij heeft dus heel veel stretch en een hele dikke stof. Deze is €29,99 en heb ik dus in een maatje M. Dan als volgende heb ik een pak. En ik heb dus al een pak, een groen pak van Most Wanted. En die vind ik echt prachtig. En ik heb dus nu ook de blauwe. Ik kreeg ook best wel veel vragen naar welke maat ik heb. Ik heb normaal van broeken maat 38 en ik heb van deze broek een M genomen. En van topjes heb ik altijd een S en van truien. En nu heb ik van de blazer een S genomen. En het is dus deze mooie prachtige blauwe kleur. Oké, hij is wel echt heel opvallend. Maar dit is de blauwe blazer. En hij heeft dus hele mooie zwarte knopen. En de blazer die is, moet ik even kijken hoe duur die is. De blazer is €34,99. En ze hebben deze echt in mega veel kleuren. Echt alle kleuren die je kan bedenken, die hebben ze. En ik vind de lila en de roze ook heel erg mooi. Maar de blauwe was ook wel eentje die op mijn lijst stond. Bij de blazer wordt natuurlijk een broek. Deze broek zit bij mij echt perfect. Hij zit hier perfect en om mijn benen zit hij niet te strak. En deze heb ik dus in een maatje M en is €29,99. Je kan er dus ook een riem in doen. En de kwaliteit voelt prima aan. Wat ik heel erg mooi vind is dat de broek net niet op de grond komt. Dus je schoen valt er gewoon heel erg mooi onder. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. En je hebt gewoon een super leuke outfit aan als je dit aan hebt. Dus hier ben ik heel blij mee. Dus ik heb nu de groene en de blauwe. Dan als volgende heb ik een rokje. Ook voor de feestdagen. En ik hoop echt dat ik het rokje pas. Want ik vind hem echt prachtig. Het is namelijk zo'n rokje met van die hele mooie zilveren diamantjes. Hij heeft hierachter een rits. Dus dat scheelt wel. Hij ziet er wel best wel kort en klein uit. En ik heb hier gewoon wel echt een maat 38. Ik heb deze dus in een M genomen. En deze is €29,99. En ik vind deze echt prachtig. Ja, en hierop kan je natuurlijk gewoon een basic topje doen. Ze hebben ook een topje die hierbij hoort. Die vind ik ook heel erg leuk. Maar ik heb deze keer alleen voor het rokje gekozen. En de glitters zitten dus een beetje zo aan de zijkant. Dit is precies het midden. Heel erg leuk. En ook wel leuk om gewoon in de zomer te dragen als gewoon een kort rokje. Maar dat is dus het leuke rokje. Ik hoop echt dat ik hem pas. Ik ben heel benieuwd. Dan heb ik nog een pak gekozen. Omdat ik ze gewoon echt heel erg leuk vind. En ik wilde eigenlijk ook heel graag de donkerbruine. Maar die was er niet meer in mijn maat. Dus ik heb de lichtbruine. Een beetje beige is die eigenlijk. Noemen ze het de zandkleurige. Nou, daarbij hoort natuurlijk weer de broek. Ik vind dit echt een hele mooie kleur, omdat het gewoon echt heel erg licht is. En er zit gewoon weer een zwarte knoop, net zoals bij de blazer. Deze heb ik ook weer in een maatje M en is €29,99. En ik vind de kwaliteit echt prima aanvoelen. Het is niet fantastisch, maar het is ook niet slecht of zo. Ik heb hem in ieder geval nog geen dingen aangemerkt dat ik dacht, moi. En hier kan je natuurlijk ook weer een riempje omheen doen. Het is een beetje natuurlijk hetzelfde als de andere. Daarbij hoort natuurlijk de blazer. Ik vind het echt heel erg mooi. En dat is dus de zandkleurige blazer die bij de broek past. En de knopen zijn weer heel mooi zwart. Dus dat vind ik heel erg fijn. En ik zou deze iets sneller aandoen, omdat die gewoon niet zo heel opvallend is. Als ik die groene of die blauwe aandoe, dan heb ik het gevoel dat iedereen naar me kijkt. Is niet erg. Maar dat. En deze heb ik dus in de maatje S. En deze is €34,99. Dus dat is de leuke blazer. Dan heb ik nog echt een heel leuk item. En dat is namelijk een gilet. Ik draag gewoon de laatste tijd echt heel veel giletjes. En ik vond deze er zo leuk uitzien. Het is dus in een soort luipaard printje. En hij is gewoon niet echt heel, ja, heel heftig. Maar ook weer wel. En ik dacht wel met een leuke zwarte trui eronder. Deze is wel aan de prijzige kant. Maar je voelt het ook aan de stof. Hij is echt heel erg dik. Een soort bodywarmer stof. Heel erg leuk. Boven een zwarte broek. Of juist een rokje met een panty. Ik heb deze gekozen in een maatje S. En deze is €59,99. En ja, ik vind dit gewoon echt fantastisch. En ik had dit nog helemaal niet. Hij is ook wat langer en wat groter. Dus dat is heel erg leuk. En ik kan echt niet wachten om deze te dragen. Misschien doe ik hem vanavond al aan. Dus dat is dat. Dat waren de dingen die ik van Most Wanted had. Niet alles was op voorraad, dus dat krijg ik nog. Maar ik wilde heel graag de shoplog opnemen. Dan verder met het pakket van Naked. Ik heb echt geen idee meer wat ik heb besteld. Ik heb wel een kortingscode voor jullie zoals altijd. En ja, Naked is ook echt een van mijn favoriete webshops om te bestellen. Oh, als eerst had ik 2 make-up dingen volgens mij. Nou, dat zit in ieder geval hierin. Dus dat zal ik eventjes laten zien. Ik vind het gewoon leuk om dingetjes dan te proberen. En ik had dus een wenkbrauwpotloodje gekozen. Het is een hele mooie verpakking. Ze hebben dus inderdaad ook make-up bij Naked. En ik had deze... Wacht, ik ga hem maar even uit. Nou, het is gewoon een potloodje. Ik heb hem in de kleur blond. En hij heeft zo'n heel handig potloodje die je omhoog en omlaag kan doen. Het is echt een heel klein puntje. Dus dat is heel fijn voor kleine lijntjes. Dus deze ga ik testen. En ik zal in de vlogs laten weten hoe die is. En ik had ook nog een lipgloss gekozen. Ik draag de laatste tijd echt heel veel lipgloss. En ja, deze was met een kleurtje. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dit is de kleur Berry. Hele mooie verpakking. Oh, hier ben ik heel blij mee. Oh, hij ruikt lekker. Dus dat is de lipgloss. Ja, volgens mij waren deze allebei rond de €10. En deze hadden ze ook nog in heel veel andere kleuren. En deze ook. Dus dit ga ik lekker testen. En ik hou gewoon echt van lipgloss. En ik dacht nu een keer leuk met een kleurtje. Oké, dan heb ik een pantalon gekozen. Ik heb echt een favoriete blazer van Naked die best wel bekend is. En daarbij hoort dus een broek. Dus ik dacht, laat ik de broek een keer erbij bestellen. Het is dus gewoon een zwarte pantalon. Ik heb hem in een maatje 38. Ja, in een maatje 38. En dat noemen ze de twill blazer en de twill pants, dacht ik. Als ik het zo goed uitspreek. En het is gewoon echt een hele mooie, chique blazer. Blazer, broek. Maar de blazer ook. En hij loopt dus heel erg wijd uit. En ik dacht, dan is het gewoon heel chill om weer een setje te hebben van een broek en een blazer. Dus ik ben echt heel erg benieuwd of die past. Oké, dan mijn favoriete trui die ik heb van Naked is een beige trui. En ik heb hem nu ook in het blauw en in het zwart. De kwaliteit van deze trui is echt top. Hij is gewoon, de trui is gewoon mega zwaar. En dit is van Rianne Meijer in samenwerking met Naked. En het is echt zo'n hele fijne wintertrui. Zo'n kabeltrui als je dat zo noemt. En ik heb hem dus in een donkerblauwe kleur. Ik heb deze in een maatje SM. En dan valt hij eigenlijk gewoon een beetje op maat, iets oversized. Maar ik heb dus ook er een, de beige witachtige heb ik in een L. XL volgens mij, die draag ik dan een beetje als jurkje, ook heel erg leuk. Dus dit is echt een van mijn favoriete truien. En ik dacht, ja... Als ik hem zo vaak draag, is het ook gewoon slim als ik hem in een andere kleur neem. Dus ik heb hem in het donkerblauw. Ik dacht heel leuk voor boven een spijkerbroek. En dan heb ik hem ook nog in het zwart. Een beetje overdreven. En deze heb ik in een... Oh, deze is nog kleiner dan die andere. Dus nu heb ik ook nog eens 3 verschillende maten. Zwart kan natuurlijk overal bij. Dus ik dacht, nou, dan nemen we hem ook maar in het zwart. Deze is alsnog heel erg oversized hoor. Maar Deze heb ik dus in een XXSXS. Als je het nog snapt. Dus dat is deze. En nu heb ik hem dus in 3 verschillende kleuren. En ik ga deze in de winter echt mega veel dragen. Deze trui is echt super warm. Het is een super dikke stof. En ik vind hem heel erg leuk. Dus dat is die. En misschien ook wel leuk om die er overheen te doen. Moet ik even naar kijken. Maar dat is dus deze. Maar als ik zo in het donker kijk, lijkt het gewoon bijna dezelfde kleuren. Dan zag ik nog een prachtig topje. Die zag ik op TikTok voorbij komen. Wat onhandig dat ik die trui hier heb neergelegd. Zo. Nou, en dat is zo'n satijnen topje. En ik vond die er echt prachtig uitzien. Waarschijnlijk ga ik het niet kunnen uitleggen. Maar het is met zo'n open rug. En dan kan je dit zo vastbinden. Echt heel erg mooi. En hij heeft zo'n hele mooie, fijne satijnen stof. Ik heb deze in de maatje 36. En volgens mij kon je hem of zo knopen of hij ging aan de achterkant zo dicht. Dus hier ben ik heel erg benieuwd naar. Heel erg mooi topje. Zeker voor nu onder een blazer, maar ook voor in de zomer om te dragen. Dan heb ik ook nog een jas uitgekozen. Ik was deze even helemaal vergeten. Nou, voor mensen die het weten, ik doe dus PABO. En soms moet ik in de regen lopen naar de gym of zo. En dan denk ik, oeh, ik heb weer geen capuchon. En ik zag deze jas voorbij komen. Toen dacht ik, dit is echt een hele mooie basic jas met capuchon. Het is gewoon eigenlijk een zwarte basic jas met capuchon. En ik vond hem er heel erg mooi uitzien. Ik heb hem in een maatje 36. Hij was wel wat aan de dure kant. Maar je voelt ook wel dat de stof heel erg dik is. En de kwaliteit wat beter. En ik heb gewoon heel veel jassen die er gewoon leuk uitzien. Maar niet warm zijn. En ik heb dat gewoon wel echt nodig. Het is een kort model. Maar hij is niet super kort. Als je snapt wat ik bedoel. En ik denk dat ik hier echt heel veel plezier van ga hebben. Hij heeft knopen en dan ook nog een rits. Dus dat is de zwarte jas. En dat was ook het laatste item van deze shoplog. Ik heb echt heel veel leuke nieuwe items. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de shoplog vinden. Dus als je het leuk vindt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!